Een hoop mensen denken dat als ze geopereerd zijn, dat ze dan eerst een poosje niks gaan doen. Maar dat is eigenlijk een misverstand, want ze moeten eigenlijk gelijk zodra ze wakker worden op de uitslaapkamer beginnen met oefeningen. En wij zien ze altijd de tweede of de derde dag na de operatie. En dan gaat gelijk het feest beginnen, zullen we zeggen. Natuurlijk moeten we wel heel voorzichtig doen de eerste paar weken. Die eerste 6 weken die zijn een soort van de heilige periode. En daar ligt ook de quick win. Dus als we daar alles goed doen, dan weten we eigenlijk dat mensen een hele goede start hebben. En dan lopen ze soepeler door die revalidatie heen. Maar vanaf dag 2, dag 3 gaan mensen eigenlijk 5 keer per dag bij ons oefenen. En dan komen ze in een soort ritme. En dat zorgt dat ze een goede start hebben van de revalidatie. Helemaal losstaan. En dan vanaf 2,5 weken mogen ze weer op de home trainer bij een normale kruisbandreconstructie. En dat is altijd een soort overwinningsmoment. Dan worden ze weer heel blij en dan mogen ze voor het gevoel echt wat gaan doen. Maar ja, ze moeten in principe wel tot 1 week of 6 op krukken. Dus dat is altijd best wel een domper, niet helemaal. Maar ze moeten eigenlijk zo normaal mogelijk functioneren. Maar wel met de veiligheid van de krukken en met de veiligheid van die kruisband die nog aan het ingroeien is te beschermen. Dus bijvoorbeeld gebruik van openbaar vervoer, autorijden en in huis traplopen, dat is allemaal lastig. Of dat mag gewoon eigenlijk niet de eerste weken. Dus de eerste 6 weken ben je best wel een beetje onthand eigenlijk. Maar je moet wel hard trainen, dan worden mensen sneller beter. Als je al 1 keer geopereerd bent en 1 keer gerevalideerd bent en het gaat vervolgens nog een keer mis, dan is dat best frustrerend. En dan twijfel je echt wel of je het nog een keer gaat doen. Want eigenlijk zonder kruisband kun je best wel rechtdoor behoorlijk hard uitlopen. Je kunt ook fietsen. En ja, de vraag is uiteindelijk van wil ik nog weer de dingen gaan doen die ik vroeger ook deed. En ja, eigenlijk als alles mee zit, gaat het ook goed met die kruisband. Maar ik ben erachter gekomen dat je er toch wel een keer doorheen gaat. En dan kunnen je nog je spieren zo sterk zijn. In een onbedacht moment, dan kun je er doorheen gaan. En dan kun je je kraakbeen beschadigen en je meniscus en noem maar op. Dat heeft me eigenlijk doen besluiten om het toch nog een keer te gaan doen. Hè, op mijn 41ste. En ik hoop dat hij nog een jaar of 30, 40 mee kan gaan. Ik zei eerst van ik ga het opereren, ik ga niet meer voetballen. Maar dat is in de loop van de tijd toch weer gezegd. Nee, ik ga er 100% voor. En dus ik ga dinsdag weer voor het eerst het er goed mee doen. Het kan ook zonder operatie. En de verhoudingen liggen ongeveer 50-50, misschien 60-40. Het hangt altijd een beetje vanaf wat iemand wil. Vroeger werd er wat minder gekeken naar wat doet iemand. Maar tegenwoordig kijken we heel functioneel. Dus als iemand bepaalde type sporten wil doen. Voetbal is natuurlijk wel de bekendste eigenlijk. Daar zit de rotatiecomponenten, zoals het dan heet. En die is bepalend voor de instabiliteit in de knie. En als een patiënt blijvende instabiliteit ervaart bij sport, maar soms ook al in dagelijks leven, dan is dat wel een reden om met de operateur in gesprek te gaan en serieus een reconstructie te overwegen. Nou, voor mij, na de tweede keer, was eigenlijk, die revalidatie begint natuurlijk al op het moment dat je hem afscheurt. Dat is wel voor mij mentaal het zwaarste moment geweest. Omdat je weet precies wat er komen gaat, je weet precies wat de risico's zijn, je weet precies hoeveel uren en hoeveel tijd erin gaat zitten. Dus dat was wel het lastigste van allemaal, ja. Ja, dus echt naar die operatie toe leven. En daarna gaat die knop om. Hoe lang duurt het hele traject? Ja, dat is altijd een goede vraag. Kijk, we zeggen altijd gewoon tussen de 9 en de 12 maanden. Het kan ietsje sneller. Dan heb je echt te maken met de serieuze sporters. Die zich alleen maar hoeven te focussen op revalideren en op hun sport. En zich niet eens met andere dingen in het leven bezig te moeten houden. Maar voor de normale sporter of de gemiddelde amateursporter. Die moeten ook gewoon werken daarnaast, die hebben nog een privéleven. Dan zie je dat 9 maanden, dan moet alles gewoon helemaal top verlopen en dan halen ze dat netjes. Dus dan ben je op 9 maanden return to play. Maar mensen die soms iets minder gefocust kunnen trainen of ergens tegenslagen hebben, dan ga je snel richting die 11, 12 maanden. De winst die zit hem echt in het begin. Dus die eerste 6 weken of eigenlijk tot 3 maanden,
als je daar full commitment bezig bent en je komt er goed doorheen, dat zie je terug aan het einde en dat win je eigenlijk daar dubbel terug als je het aan het begin goed doet. Ja. Wij vinden het niet verstandig om heel snel weer terug op het veld te gaan. Iedereen kent de verhalen wel van de sporters die zeer snel weer volledig wedstrijdfit waren. Dat gaat helaas ook best wel vaak mis. Dus wij zitten liever iets aan de veilige kant waarmee we bewaken dat iemand lange termijn goed is en goed blijft. Maar ja, soms heb je natuurlijk andere dingen die meespelen. Druk vanuit coaches, trainers, clubs, financiële prikkels. Dat maakt het soms wat lastig. Maar als het niet hoeft, kan je beter voor een gedegenere, iets langere revalidatie gaan. En je ziet ook dat de trend momenteel is dat het toch allemaal weer iets langer wordt. Reken gewoon op 9 maanden en dan heb je een goed resultaat. En dan is iedereen happy aan het einde. Ik heb FC Kruisband opgericht omdat ik heel graag patiënten met de kruisblessure wil helpen. Die wil ik motiveren en die wil ik ook informeren. Dat is eigenlijk de hoofdreden van de verzameling geweest op de site. En daarnaast wil ik ook de kruisblessure onder de aandacht brengen. De andere kant waar ik heel erg graag voor is voor die patiënt die bij wijze van spreken morgen afscheurt. Dat die een heel mooi traject tegemoet kan gaan. Waar hij zelf initiatief in kan nemen. Zelf ook leider in kan blijven. En op die manier een heel mooi traject tegemoet kan gaan. Bij de zoektocht naar de meest geschikte arts voor mij ben ik heel blij dat ik op het spoor van FC Kruisband gekomen ben. De site waar eigenlijk heel veel informatie verzameld wordt. Dan ga je zoeken naar uiteindelijk de meest geschikte arts. En in mijn geval wilde ik weer op hoog niveau relatief terug kunnen komen qua sport. En toen kwam ik bij Cor van der Hart terecht. En ik had al een aantal andere orthopeden gesproken. En Cor van der Hart kwam in één keer met een nieuwe methode. Want het is de tweede keer dat ik geopereerd word. En dan wordt er gebruik gemaakt van de logischerwijs van de patellapees, want die is nog over. En daarnaast maakt hij ook een ALL-constructie, een versteviging aan de zijkant. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik hierover hoorde. En ik ben achteraf super blij dat deze erin zit. Het is heel belangrijk om uiteindelijk voor de juiste arts te gaan kiezen. En niet meteen voor het snelste, hè? Want je hoort ook heel vaak van methodes met kunststofkruisbanden en andere nieuwe dingen. Ja, het is toch redelijk experimenteel en ik wil met zoiets cruciaals geen experiment aangaan. Ook al is het heel verleidelijk om sneller weer op de been te zijn. 1, 2, 3, 4, 5. En dus een hoop verschil in hoe je revalideert. Er is wel een soort guideline of een soort protocol wat gehanteerd wordt. Maar er zit bijvoorbeeld al best wel wat verschil in de operatietechnieken. Sommige mensen hebben er wel een meniscus bij, de andere niet. Als de meniscus gehecht is, dat is alweer heel anders bijvoorbeeld. Sommige mensen krijgen nog een extra stabiliserend bandje aan de buitenkant erbij, een zogenaamde ALL. Dan is de revalidatie ook weer anders. Dus je ziet eigenlijk dat er wat dat betreft al best veel maatwerk is. En dat gaat dan vooral over de eerste fase. Als je dan een stukje verder komt in de revalidatie, dan wordt het steeds patiëntspecifieker. Sommige mensen doen fysiek werk, waardoor ze zodra het hoofdstuk werk weer wat om de bocht komt, dat we daar wat aanpassingen voor moeten doen. Of dat ze daardoor bepaalde dingen later gaan doen of juist eerder gaan doen. Daarna gaan we toewerken naar de sporten die iemand weer wil doen. Een atleet of een ballerina doet andere oefeningen dan een voetballer, een rugbyer of een hockeyer. Wat mij ontzettend opviel eigenlijk tijdens het tweede traject bij de fysio, bij Fysio Holland, dat veel individueler is qua aanpak. Bij de vorige fysio was het echt een soort van protocol wat gevolgd werd en daar werd niet echt van afgeweken. Bij Fysio Holland begon het wel een beetje hetzelfde en na verloop van tijd merkte ik dat er hele individuele programma's ontstonden, want de een wil een andere sport gaan doen dan de ander en de een heeft de ene complicatie een klein beetje, de andere weer die. En als we samen aan het trainen waren, zag ik gewoon dat anderen net even andere oefeningen deden dan ik. En dat gaf mij toch wel vertrouwen, want we zijn allemaal anders en we hebben allemaal andere doelen. Dus ik ben daar heel blij mee. Oké, go! Sportspecifieke revalidatie is uiteindelijk de training gaan vormen naar de sport die je doet. Denk aan voetballers die uiteindelijk dus weer het veld op moeten gaan om weer te leren voetballen. Basketballers die de zaal in moeten om uiteindelijk ook weer de basketbalskills te verkrijgen. Dat geldt eigenlijk voor elke sport. Ze moeten uiteindelijk weer de vaardigheden, de coördinatie, de stabiliteit oefeningen kunnen doen die ze ook weer krijgen op het veld. De eerste bal die je aanraakt, denk je van
ja, het is apart, maar op een gegeven moment na een aantal ballen dan, ja, dan duik je er weer volledig in en dan vind je het heerlijk. En, ja, als ik ben nu ook veel aan het hardlopen geweest en als ik nu 20 minuten hardloop, dan ben ik zo verveeld en dan denk ik van ja, er moet wat meer wedstrijdelement in en als dat erin komt in één keer, dan wil ik een goede bal geven, ik wil hem goed aannemen. Ja, daar ben ik zo bewust mee bezig nu en dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik zo lekker. Dat ik, wat ik al zeg, ja, dinsdag wordt eerst weer met de voetbalgroep mee trainen. Ja, dat gaat wel, ja, dat is wel echt een mooi momentje. Iets waar je echt anderhalf jaar naartoe hebt gewerkt. Verder wat natuurlijk heel erg belangrijk is, dat sportspecifieke, wat wij als Fysio Holland Oosterpark aanbieden, is dat op een gegeven moment gaan ze naar de buittraining. De buittraining gaan we het park in, waarbij alle obstakels, zand, asfalt, grasvelden, verhogingen, van alles wordt gebruikt zeg maar, om het lichaam maar uit balans te brengen, om uiteindelijk sterker er weer uit te gaan komen. Niet het hele sportspecifieke erin, maar daar leren ze al wel het sprinten, wenden, keren, springen op twee benen, springen op één been, alle verschillende richtingen op. 2, 3, 4, 5. Elke 3 maanden wordt een revalidant getest om te kunnen zien en te weten of ze op schema liggen richting die 9, 12 maanden. Of dat er ergens nog wat dingen aangescherpt moeten worden in hun revalidatie. Kruisband wordt dan beoordeeld met de Nilex. De kracht wordt beoordeeld met de Biodex. En zo krijg je een eerste goede indruk van hoe iemand ervoor staat. Na 6 maanden krijgen ze weer zo'n test. 9 maanden en op 12 maanden wordt ze opnieuw beoordeeld. Waarbij uiteindelijk ook sprongtesten worden gedaan. Om te kijken van hoe is iemand uiteindelijk op het niveau. Verder wat we doen als afsluiting is ook een eindtest. Waar nog andere dingen worden getest dan op de tussentijdse testen. Wenden, keren, sprinten, ook sprongvormen worden daar gedaan. 1, 2, 3, 4, 5. Het is natuurlijk een sportblessure en je moet het ook echt als een sportblessure aanpakken. Dus het vraagt echt om een gedisciplineerde en gestructureerde aanpak waar je vol gas in moet. Je moet ook echt wel hard voor trainen, hard je best voor doen. Als je het half doet, dan is het resultaat van suboptimaal. En dat wil niemand eigenlijk. Dat wil de patiënt niet, de operateur niet en ik als fysio ook niet eigenlijk. Dus we gaan voor de max en dat moeten we met z'n allen doen. En de operateur die doet met de operatie als het ware zijn kunstje, zeggen ze dan altijd. Maar daarna begint het pas. En dat mogen wij dan samen met de patiënt doen. En natuurlijk met mijn vak als sportfysiotherapeut, maar ook een stukje coachend om de mensen door de hele revalidatie heen te slepen. Ik ben de eerste keer niet bewust genoeg bezig geweest met sportschool ernaast, oefeningen ernaast. En dat is wel iets dat na de tweede keer, het is heel raar, maar dat de tweede keer toch wat heftiger is. En dan denk je van, ik ga er gewoon alles aan doen om het goed te houden. En, zelfs thuis oefeningen doet, op tijd naar bed, wat ik zeg, je voeding. Eten mee naar werk, op werk eten, direct door naar de fysio en om 9:30 thuis komen. Ja, dat zat er eerst niet in, maar dat doe ik nu wel. Ik ben er mentaal wel wat sterker van geworden. Maar ja, kijk, zoals vandaag en zoals op alle training gaat het gewoon goed. En voelt hij stabiel aan. Kijk, je hebt nog wel eens een pijntje of zo, maar dat zal nooit weggaan. Maar ja, angst is er zeker wel, ja. Het is voor mij wel een risico, maar ik denk dat de angst ook alleen maar weg te halen is door erin te duiken en het gewoon te doen. Die mentale angst die proberen we vooral te ondervangen door onze patiënten heel goed te informeren. Wat gaat er gebeuren, wat gaat er komen? Daarom zien we de patiënten ook heel graag al voor de operatie. Dan merken we dat ze er veel beter eigenlijk aan het hele traject beginnen. En daarnaast heel goed vanaf onze kant uitvragen hoe het gebeurd is, waar dat de eventuele angst zit. Waar ze zich nog niet comfortabel bij voelen. En dan kan je ze eigenlijk steeds doelen maken voor iedere 6 weken. Dan weten ze waar ze de komende 6 weken naartoe gaan werken. Waar ze de focus op moeten hebben. En dan kan je ze heel makkelijk de support geven die ze nodig hebben. Soms is dat letterlijk ze een handje geven als ze voor het eerst gaan lopen zonder krukken. Maar ook weer het vertrouwen geven door bepaalde oefeningen zelf te laten doen. Zodat ze zich weer veilig en vaak ook zeker gaan voelen. Want dat is vaak het onzekere. Dat hebben ze een poos ervaren door de instabiliteit. En als dan die zekerheid weer terugkomt van een stabiele knie, daar worden ze heel gelukkig van.
Het mooie van revalideren bij Fysio Holland en met een heleboel lotgenoten samen het doen, is ja, dat je eigenlijk heel erg gesteund bent. Het is een behoorlijk lastige revalidatie en het steunt jezelf ook als iemand anders dezelfde oefeningen moet doen, want het is doodeng. Ik zeg het gewoon eerlijk, het is gewoon echt wel eng om weer op je knie te gaan vertrouwen. En mijn eerste revalidatie was gewoon bij een normale fysio, was ik de enige met een gescheurde kruisband. En in dit geval liep ik gewoon met een hele groep anderen die ook eigenlijk als sportman terug wilden komen. En ik voel me enorm gesterkt en ik ben blij dat ik dit traject nu op deze manier gedaan heb. Ik ben altijd op zoek naar mensen die ook met elkaar tijdens zo'n revalidatie matchen. Het kan zijn dat ze dezelfde sport beoefenen, dezelfde interesses hebben. Maar ik probeer mensen in zo'n revalidatie ook wat meer te koppelen. Dus plannen op dezelfde tijden, ook eventueel plannen in wat meer in soort groepsvormpjes. Onder andere ook de buitraining, zodat ze ook contact hebben met elkaar en ook kunnen leren van elkaar. Dat heb je in de horizontale lijn, dus mensen die op dezelfde week, dezelfde maand zitten. Maar ook in de verticale lijn, dat mensen kunnen vragen aan, hey, hoe is het dan met jou 5 maanden later? Dat ze kunnen leren van waar ze nog heen moeten groeien. Maar ook kunnen vragen van, heb jij dit ook gehad? Heb je ook dat klikje in je knie gehad? Heb je ook dat gevoel van, hey, ik vertrouw mijn knie niet? Dat kunnen ze met elkaar allemaal bespreken en ook dus van elkaar leren. Dan merken ze uiteindelijk dat het altijd wel goed komt. Dus dat gevoel van met elkaar, dat zie je ook dus in de eindtest bij ons. Je merkt gewoon dat het met elkaar ja, ook ondertussen een gezelschapsgroepje is geworden. En dat trekt elkaar door die 9 maanden heen tot een jaar. En dat is natuurlijk erg prettig om te kunnen ervaren. Ja, ik denk dat kruisband een vak apart is. Het is wel echt iets specialistisch. Dus ik zou patiënten altijd adviseren om zowel qua fysiotherapie, maar ook qua orthopeed naar iemand toe te gaan die dit veel doet. Die daar echt zijn super expertise van gemaakt heeft. Die veel kruisbanden opereert of veel kruisbanden revalideert. Want het is niet gewoon een meniscus. Een meniscus is een veel simpeler iets. Een kruisband is echt dat topje van die ijsberg. En daar moet je met volledige commitment moet je daarmee aan de slag. Of je nou opereert of dat je nou revalideert. Dus dat zou mijn belangrijkste advies zijn. De vraag of je knie weer 100% kan worden, die krijgen we heel vaak. Zelf denk ik dat het het kan een goede 8 worden. Het is ook wat de chirurgen doen, is een benadering van hoe het was, van hoe we gemaakt zijn. En daar moeten we de max uithalen. Dat doen we door zo goed mogelijk te trainen, te revalideren, te behandelen. En een dikke 8, dat kan wat mij betreft. En daar gaan we dus ook met iedereen voor. Maar ze voelen altijd toch kleine verschilletjes. Het is ook een klein beetje anders. Dus het zal nooit helemaal zo worden als het altijd was. En dat, het kan wel heel dichtbij komen, maar niet precies hetzelfde. Dus 100% nee, maar een dikke 8 zeker. 3, 2, 1,